We zijn in basisschool De Parachute. Basisschool De Parachute staat in Voorburg. Wij gaan met groep 7 aan de slag. Groep 7 is ook de klas waarin het verkeersexamen wordt behandeld. In het kader van dat verkeersexamen gaan wij vandaag een les over de dode hoekspiegel behandelen. Wij gaan eerst naar een dvd kijken over een vrachtauto, zodat de kinderen de gevaren daarvan kunnen zien. Daarna gaan wij met iemand van de rijschool naar buiten waar een echte vrachtauto klaar staat. De kinderen mogen rondom de vrachtauto kijken en ook in de vrachtauto, zodat zij net als een echte vrachtwagenchauffeur kunnen zien wat het gevaar van een dode hoek is. Daarna gaan wij weer naar binnen om in een werkboekje een aantal opdrachten daarover te maken. Hey, ik wil aan jullie vragen om in een rechte lijn voor mij te komen staan. Achter elkaar. Wie kan de spiegel zien? Niemand, hè? Dit is namelijk ook een dode hoek. Hier zo aan de achterkant. De meester gaat kijken hoe ver hij naar achter moet lopen voordat hij de spiegels kan zien. Nou, kijk maar eens hoe ver hij moet lopen. Kan je het al zien, meester? Ik zie nog niks. Die dode hoek die loopt helemaal naar achteren toe. Nou kan hij het een beetje zien. Kijk, als je een beetje opzij gaat allemaal, dan kan je het zien. Hè? Dus daarom is het belangrijk dat jullie ook de spiegel zien, want dan kan die vrachtwagenchauffeur jullie ook zien. We geven deze verkeersles omdat het voor kinderen belangrijk is om in het verkeer, met name met vrachtverkeer, om te kunnen gaan. Naast dat we bij kinderen deze les geven, doen we dat ook bij chauffeurs. We communiceren dat met elkaar. Met name de interactie tussen chauffeurs en kinderen met de duim opsteken. Dat is heel belangrijk. Er zit hier een camera. Dit is een camera. Die kijkt hier naartoe. Die schijnt langs jullie heen. Dus op het moment dat jij 2 meter vanaf de vrachtwagen weg bent, ziet niemand jou. Kom maar uit de dode hoek. Kom maar naar voren. Een deurspiegel. 1 achteruitkijkspiegel. 1 breedte spiegel. Loop maar naar links. En naar de zijkant van de auto. Hier blijven, hier blijven, hier blijven, hier blijven. Naar de zijkant. Ja, heel goed. Steek je duim maar op naar de chauffeur. Vonden jullie het spannend? Ja! Nou, dat heb ik wel gemerkt inderdaad. Wat is nou het belangrijkste wat je geleerd hebt? De dode hoek! Dode hoek, hè? Ja. Als jij nou een vrachtwagen tegenkomt en je ziet de chauffeur zitten, wat doe je dan? De hand omhoog. Duim omhoog, heel goed, hè?